schilderij patineren. En dat doet ze dus met liquin, want ze heeft met het hele schilderij heeft ze liquin gebruikt. En dan moet je eigenlijk geen ander medium meer gebruiken. Dus als je olie gebruikt, alleen lijnolie, dan lijnolie blijven gebruiken. En nu gebruikt zij liquin. En daarbij de Steel de Grain. Dit heet dan van Rowney is dit. Dit is de Pink Brown. En dit is de Italian Pink. En daarbij gebruikt ze nog de kobaltblauw van Griffin. En dat is omdat ze dus alleen maar met dit soort verf heeft geschilderd. Dit is op alkiet basis. Dat betekent dat dat alkiet hard doorheen verwerkt is. Dan is het sneller droog. Dus daar gaat ze dan ook mee patineren. Nou, hier zie je een paletje heeft ze met die drie tinten. Als je deze tinten mixt met blauw, krijg je een grijs tint. Je gaat het dus op je schilderij in ene keer aanbrengen. Dus nat in nat. Met eigenlijk een heleboel van dat medium, van liquin. Dus nou ja, laat maar zien. Je weet hoe het moet. Vasthouden. Nou, een beetje van die. Waar je van daar en een beetje van deze. Zo. Pas op dat het niet te blauw wordt. Hè? Ja. Dan wordt het heel donker. Want ik wou dat hier een beetje zien. Ja. Even kijken of dat zo kan. Misschien iets te donker. Moet je nog wat liquid erbij? Ja. Dus iets aan de andere kant. Dat is voor de rond. Ja, dan lekker van liggen. Ik mag ook nog wat donkerder. Nou, dat viel dood, hè? Dat maar een week dat je werk droog. En je werk moet wel goed droog zijn, ja. Ja, en dit materiaal is wel na een dag of twee, drie echt wel goed droog. Maar als je gewoon olieverf gebruikt, dan moet je echt wel twee weken wachten. Geen idee, we kunnen het weer afvegen. Kan het toch afvegen, of niet? Ja, dit ga je allemaal afvegen straks met je hand. Je hand is warm, dus dan veeg je dat. Zeker als je doek gebruikt. Heb ik toen een keer gezien dat je dat deed. Ja. Okay, je krijgt nou een oudere uitstraling. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ze wil dus ook dat gele krijgen, omdat dus op die foto ook een beetje gelig is. Dus zo krijg je dat voor elkaar. En dan moet je niet met alle schilderijen doen dit. Dat zou ik niet doen. Hè? Nee. Nou, dit is gewoon als je het een beetje ouder wil krijgen. Dan vind je het mooi. Ja, mooi, hè? Ja. Ik denk dat ik nu ga tegen. Ja, die zoekje ook maken. Ja. Ik zag hem in het Rijksmuseum hangen. Ik denk die ga ik ook eens schilderen. Nou, ze heeft dus een oude foto genomen van een kunstenaar met haar eigen zoon erin. Ja, dat lijkt echt sprekend. Ja, dat is heel leuk. Zal ik hem even vasthouden? Ja, kijk, de kleuren zijn al redelijk. Dus moet ik alleen de strepen even weghalen. Ga je het best met je hand doen. Ja. Dus, even een doek erbij. Heb je een doek? Nee. Even een doek. Wie heeft er een doek? Ja, daar. Doek. Oh, hier. Kijk, wie die is. Oh. Dat doek gaat de wit zijn een beetje. Maar als je het met je hand doet, dan kun je het zo aan het doek afvegen. Oh, zo. Ja. Kijk, het gezicht, dat vind ik nou wel mooi. Nou, je kunt er later met het gezicht altijd nog weer wat lichter overheen. Hè? Oh, hij heeft ook een brilletje op. Ja, goed, ja. Ja joh. Wat leuk. Dat moet je zien. Ik had het in die tijd nog helemaal niet. Dat is ook leuk, ja. Oh, schattig. En dit is een beetje vegerig. Wij hebben ook. Dus wij een beetje vegerig. Ja, met je vuist? Ja, half met je. Met je vuist? Ja, misschien. Kijk nou. Oh, wat mooi. Wat een verschil, hè? Dit wordt ook nog een beetje verscholen. Het is een eng idee, hè? Als je er zo. Oh, als je het zo ineens op ziet. Wordt het best zo donker, hè? Ja. Is de laag niet te dik of zo? Nee hoor. Lijkt dat zo? Die hand nog een beetje. Dat is een hele klassieke. Nee, die hand zal alleen bovenop. Nee, hier tussen niet. Goed zo. Sorry. Heel goed voor jou.
Nou, zo heb je, zo. Wel, zo heb je de tint heel aardig. Ja, hè, zo is die geloof. Benaderd, ja. Ja. Dacht ik ook. Oké. Ik wil ze nog een beetje strepen. Ja, we willen ze houden. Sta ook strepen. Wil je dat houden? Oh, oké. Okay. Ze willen het een beetje rommelig houden. Ja, een beetje ruig. Een beetje ruig, vind je? Ja, dat is ook leuk. Je eigen inbreng. Het is ook heel mooi. Ja. Ja, kijk. Nou, geinig, hè? Oh, zomaar gaan prachtig. Ja. Leuk, hè? Prachtig. Ga ze opzij, dan zal ik ze van voren nemen. Even een klein beetje. Ach, zo. Zo. Nou, leuk, hoor. Klaar. Ja, hè? Pats. Ja. Prachtig.